Ik ben Ingrid Vaassen en ik ben buurvrouw van de bewoners op de Bongert. En wat ik daar doe is, ik ga daar één keer op de 14 dagen, soms een 3 weken, ga ik daar voorlezen. Weet je nog dat we vorige keer ook van de superjuffie hebben gehad? Superjuffie in de dierentuin. Oké, de mensen zijn wat ouder, dus je kan niet met kabouterverhaaltjes aankomen. Hè? Ik probeer echt boeken te vinden die qua verhaal wel begrijpbaar zijn, maar niet te kinderachtig zijn. Dus dat is wat ik echt probeer te zoeken. En ik probeer het met een beetje jeu en schoen te vertellen, waardoor het voor de mensen ook echt gaat leven. Maar juf Josje is geen gewone juf. Dat dacht ik ook, zegt meester Snor. Ik zelf vind voorlezen heel erg leuk. Ik heb het al een leven lang gedaan. Begint het raar. Vrijwilligerswerk hou je ook vol, omdat het jezelf openbrengt. Oh, vind ik leuk. Voorlezen. Vertellen. Dat is een mooie stem. In deze klas. Ze kan niet tegen ze liegen. Ze kan geen dingen voor zich houden. Nou, ik vind het gewoon heel fijn als ik daar iets in kan betekenen. Zeker in deze tijd waarin steeds minder mogelijk is, hè, om daar tijd aan te besteden. Ja, is het belangrijk dat vrijwilligers dat kunnen gaan invullen. En uiteindelijk door deze avonden heb ik ook wel meer verbinding met hun gekregen. Want ja, ze komen zaterdags altijd langs bij ons huis en dan zwaaien we en dan kletsen we even wat. En, nou, dan krijg je dus ook weer wat meer connectie met hun. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Bo zit al 5 minuten met haar vinger omhoog, zegt Mila. Waar ben je met je gedachten? Beter een goede buur dan een verder vriend. Ja, ik moet even weer mijn hersens laten draaien. Ik haal er zelf zeker wat uit. Ik vind het gewoon heel leuk en heel gezellig. En ik ga er ook altijd met energie vandaan. En nog blijer als mensen zeggen, lees nog even door. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ja, ja. Ja, echt vrolijk van. Echt.